gezonde kippertje in mijn nieuwe pan. Joehoe! Kijk eens, mijn heerlijke gezonde prutje is klaar. Dit is alleen maar 250 gram groente met 100 gram kip. En dan een beetje kruiden erop. Eet smakelijk! Nou, het opbouwbolletje zit er ook weer in. Kijk, dit heb ik nog weer over. Kan ik nog wel een vakje van breien. Misschien ga ik dat wel doen. Binnenkort, want het deel wat nog over is, nog een rij breien. Het is echt leuk, die bolletjes van opbouw. Die verrassen me erg ook. Helemaal leuk. En nu ga ik even koffie zetten. Nou, de hele avond weer aan dit gebreid. Geen sok aangeraakt. Geen kerstsok. Ik heb er gewoon even niet zoveel zin in. Maakt ook niks uit. Dat komt wel weer. Dit is, heb ik wel ontdekt, het grootste vak in het patroon. En die moet ik doorbreien tot 6 steken. En dan is het dat vak klaar. En daarna zijn eigenlijk allemaal nog wat kleinere bits en bobs. Dus dit is wel de grootste. Nog groter dan al die anderen die ik al had gedaan. Dus dat ben ik de hele avond aan het doen. Het is inmiddels bijna 11:30. Ik heb er wel genoeg van. We gaan lekker naar bed. En morgen is er weer een dag. En dan is het morgen is het dag 20. Jeetje, wat... wat gaat het dan toch ook weer snel? Heel apart. Dus... ik wens jullie allemaal lekker slapen en tot morgen. Schatje, ga je mee naar bed? Heb je een nieuw plekje op tafel? Dacht je, er is eindelijk een beetje ruimte. Nou ja, de helft ligt alweer vol met tassen en jassen. Ze weten hier nooit een kapstok te vinden. Boekie, ga je mee? Lekker slapen? Ja, ik weet wel wat jij voelt. Ik heb de verwarming vandaag voor het eerst hoger gezet. Ik was er helemaal klaar mee met die kou. Ik heb hem continu op maximaal 18 en nu had ik hem vandaag echt op 21 gezet. Dus ik denk dat het gewoon warmer is in de kamer. Dat de Poekie daarom zo lekker op die tafel. Jeetje. Gaan we lekker slapen? Welterusten, zeg maar. Tot morgen. Moet niet zo boos kijken. Moet je niet zo boos kijken, nee. Doe even lachen. Katten kunnen dat niet, hè. Doe maar zo. Goedemorgen, Poekie. Wat lig je net leuk? Heb je de pootjes over elkaar? Ja? Schatje, jij bent ook net wakker. En ik ben ook net wakker. Dag 20 van Vlogmas. Oh jongens, 20 alweer. Ik weet niet, ik ben sinds... Sinds dit weekend een beetje de kerstvibes kwijt. Hoe kan dat? Misschien heb ik al te lang in die kerstvibes gezeten dat ik er eigenlijk een beetje klaar mee ben. Hoor, dat is wel heel erg, hè? Maar goed, zo voel ik het wel even. Heel apart. Zo, even lekker koffie. Uit mijn poesbeker. Oh, dat kan niet. Dat zie ik niet. Door de lamp. Heerlijk. Ik zag al, pakje 20 was al open sinds dag 1. Dat terwijl ik het, toen ik het kreeg. En dat andere pakje 20 niet natuurlijk. Even een slokje koffie. Dit is mijn tweede kopje trouwens al. Nou, we gaan. Ik voel al dat hier geen bolletje wollens is helaas. Eigenlijk de bolletjes wolt. Allerleuks. Ja, dat mag je wel zeggen. Dat zijn dus twee chocolaatjes in. En een heerlijk theetje. Oeh, dat is ook een leuke. Hazelnoot cacao. Ja, die lijkt mij heel lekker. Oh, wacht even, er zit er nog in. Ach, kijk, er nog weer een klippertheetje. Dus dat is helemaal leuk. Die gaan we lekker vanmiddag... Ja, misschien allebei wel vandaag opdrinken. A bag of energized organic green tea. Lekker. Deze ook. Ja, deze lijn van Pickwick vind ik sowieso allemaal tot nu toe heel lekker. Het is ook wel voor mij goed om dit allemaal te proeven. Omdat ik best een koffieleurt ben. En dat ik dan toch vaker... thee gaan drinken. Dan was ik toch al van plan, maar dit helpt wel door wat smaak is te ontdekken. Erg leuk. De bolletjes chocolade hier, die verdwijnen in het chocoladeschaaltje vandaag. En dan hebben we hier 20 van het Wolwest. Ik heb niet vooraf zijn.
Hier zit ook wat in, voel ik. Of misschien weer een theetje, dan wordt het wel weer de tweede. Dat komt goed. Ik zal maar eerst de thee eruit halen. Ja, er zit een theetje bij. Wat staat er? Forest berries. Nou, die is ook helemaal lekker, dus gaan we ook weer doen. Ja, ik moet wel een heel flink thee drinken, want ik heb er drie. En dan zit er nog wat bij in, dat kan ik nog niet bij, dus ik pak eerst het strengetje. Oeh, ja, mooi. Ja, het wordt nu echt, deze is ook mooi, hè. Ja, ik zal het straks wederom weer in daglicht laten zien. Dit is ook, oh, dit soort kleuren, ja, dat, ik weet niet waarom, herfstkleur koop ik zelf nooit, omdat ik een keer een kleurenanalyse heb gehad. En daar kwam hem uit dat ik geen herfsttype ben, maar goed, hier zit ook heel veel rode spekkels door, zie je. Deze is prachtig. Ik denk in die veet dat het heel mooi uitkomt. Dus dat vind ik ook een hele mooie. Dankjewel. En dan hebben we hier nog wat in. En dat is het. Het is een chocolaatje. Oh, Mars. Dan gaat weer een chocoladeschaaltje. Want ik ben, zeg ik ook heel eerlijk, ik heb best wel veel chocolaatjes gegeten. Laatst ben ik een beetje klaar mee. Dus die gaan we even bewaren. Dus dit is de opbrengst van vandaag. Ik heb helaas geen wolletje om direct mee te breien in mijn kool. Dus ik ga direct beginnen met een vakje breien. Met de opaalbols, want heb ik er nog twee van die in de deken kunnen. En dan gaan we even vlogmassen kijken. En dan komt mijn vader straks gezellig. Ik ga niet naar mijn vader vandaag, hij komt vandaag hier. En ik moet mijn lades opruimen van mijn kledingkasten. Want die zitten weer propvol en er past weer niks in. En de helft kan misschien wel even naar boven. Dus dat is de missie van vandaag. Ja, nou, voorlopig was dat tot later op de dag. Nog steeds ben ik bezig met het eerste vakje. Ik zit op mijn vadertje te wachten. Nee, ik zei vanmorgen, ik ben het kerstgevoel een beetje kwijt. Maar ik weet wel waar het door komt. Door het slechte weer nu ineens. Het is nu nog herfstweertje. Vorige week en die week ervoor was zo lekker koud en vriezen. En dan voel je dat kerstgevoel veel meer. Dus dat is de reden, dat wou ik even zeggen. Nou, bijna het eerste vakje is weer klaar. En omdat ik niet zo heel veel anders met het streepje te doen heb, ga ik het laatste opbolletje er denk ik zo ook in breien. En nou ja, wat ik zeg, ik zit op mijn vadertje te wachten. Kijk, het is net herfst buiten. Ik zit naar Stitches with Mrs. D. te kijken. Oh, jullie zien dat die tripod zit. Ik denk, wat is er nog weer? Verrading. En nou ja, dat. Ik weet nog niet. Vanmiddag moet ik nog boodschappen doen. En wat moet ik nog meer vandaag? Niet zoveel. Normaal ga ik dus dinsdags naar mijn vader, maar dat hoeft dus nu niet. Dus het wordt weer een saai vlogje. Nee, grapje. Ja, grapje. Ik moet er ook niet altijd over zijn. Sneaky Piet. Saartje. Jij wil geen harde brokjes, hè? Jij wilt andere dingen. Ze zit te zeuren om eten. Ze heeft al brokjes gehad, maar dat wil ze dan gewoon niet. Die mevrouw die wil dan iets anders. Even de bodem weg. Die wil alleen maar lekkere dingen. Dus ik zit nu even op mijn bank. Kijk, daar zie je dat. Daar achter in de kast. Daar ligt nog een hele leuke sjaal. Die is bijna klaar. Het is de, ja, dat heb ik al eens een keer laten zien in een filmpje. Dat is de rechter afrechtsjaal. Het is een Nederlands patroon. Volgens mij heet zij van mooi van draad. En dat is eigenlijk een kwestie van één keer een middagje of een avondje aanzitten en dan is die klaar. Maar ik heb er steeds geen zin in. Maar goed, we hebben nog tijd genoeg. Nou, ik zou misschien is ook wel even leuk. Ik zag dat ik weer wat, ja, best wel veel nieuwe volgers erbij heb. Of volgers, hoe noem je dat op YouTube? Abonnees. Natuurlijk super blij mee. Dus welkom als je mij nog niet eerder sinds kort hebt ontdekt. Ik ben Yvonne, ik ben 53 jaar. Moeder van twee volwassen zoons die nog wel lekker gezellig bij mij thuis wonen. Ik ben alleenstaande moeder al 18 jaar, 19 jaar al. En wij wonen hier met z'n drieën en we hebben het altijd heel leuk. Ja, ik ben helemaal breiverslaafd. Ik heb het heel lang, ja, vroeger kon ik al wel vanaf de vierde klas hebben leren breien. En nou, vroeger deed ik het heel veel handwerken met mijn vriendinnetje. Zelf ook wat truien gebreid.
Maar ja, ergens in de jaren 80, midden jaren 80, was het ineens niet meer in of zo. Toen ben ik ermee gestopt. En toen ik, nou, als ik dan af en toe nog breide, dan breide ik een keer een sjaal of Cindy-kleertjes. Want als je goed ziet, dan staan daar allemaal Cindy's. Nou, als je andere filmpjes van mij kijkt, dan zie je die vaker terugkomen. En daar breide ik dus heel veel kleertjes voor. In 2020 ben ik weer begonnen, volgens mij. En wel eerder, maar in 2020 was de rage, toen werd het weer heel erg. Volgens mij was dat ook wel door corona. En toen dacht ik, op een gegeven moment had ik voor al die poppen, want ik heb 150 Cindy's of zo, had ik allemaal kleertjes gebreid. En toen dacht ik, nou, ik vond, je moet ook eens een keer weer wat voor jezelf breien. Dan moet ik er wel bij zeggen, dat kwam ik eigenlijk ook wel tot de ontdekking deze week. Dat als je te dik bent, ik ben dus gewoon te dik, dat dat eigenlijk helemaal niet zo leuk is om wat voor jezelf te breien. Want je weet niet zo goed wat voor maat. En ja, zit je daar heel veel werk aan te verrichten, staat het dan wel leuk? En dus ik denk dat dat ook wel de reden is dat ik het heel lang niet gedaan heb. Ik heb ook nog steeds geen één vest gebreid. Die was uiteindelijk veel te groot. Komt niet zo heel vaak meer aan. Nou, ik ben nog steeds twee truien aan het breien, maar ik schiet er gewoon niet mee op, omdat ik het, denk ik, gewoon niet voor me zie of zo. Ja, en dat is met een sjaal en andere dingen natuurlijk anders. Dat hoeft niet om je heen te passen. Maar goed, we gaan weer afvallen in januari, dus het moet goed komen. Als ik dan weer wat slanker ben, en dat is ook met kleding naaien. Ik weet nog dat ik, dat je dan ook, het is niet zo leuk of zo om voor jezelf wat te maken. Ja, dus, ik wijd nu weer helemaal uit naar allerlei andere dingen. Ik had het over de nieuwe abonnees en natuurlijk mijn vaste abonnees die al vanaf het begin mij volgen. Ik vind het echt superleuk. Ja, wat dat dan, wat ik zeg, dat jullie dat dan leuk vinden. Mijn vlogjes en mijn, ja, ik zeg altijd op z'n tweet, mijn lulverhalen. Mijn kinderen die zijn het helemaal zat. Nee, grapje, maar ja, ik kan de hele dag kletsen. Maar dat kan ik heel goed, ik kan ook heel goed alleen zijn. Ik kan ook heel goed lekker in stilte mijn dingen doen. En dus dat kan ik ook heel goed, maar ik kan wel lekker kletsen. En ik mag graag dingen delen. Delen om te vertellen wat ik doe. Dus dus het vlogmas, ik kijk ook heel de tijd niet in die camera, hè? Hallo. Vlogmas had ik vorig jaar al, vond ik zo leuk dat ik dat bij iedereen zag. En toen dacht ik, als ik ooit een YouTube kanaal begin, dan ga ik het ook doen. En daar heb ik heel lang over getwijfeld om te beginnen, omdat ja, je hebt allerlei excuses om het niet te doen. En op een gegeven moment was ik er helemaal klaar mee en toen dacht ik, ja, waarom zou ik het niet wel doen? Natuurlijk super leuk. Ik vind het bij anderen ook heel leuk. Nou, gelukkig heb ik ook al een flink aantal abonnees. En dus als je wel kijkt en nog geen abonnee bent, druk even op het abonneerknopje. Je helpt mijn kanaal daarmee groeien en geef het een likeje. Ja, het is heel, heel standaard. Dat zegt iedereen, maar ja, zo werkt het wel. Want hoe meer je geliked wordt, hoe zichtbaarder je wordt. En dan kunnen nog meer mensen genieten van de vlogs die ik maak. Saartje. Dit is mijn ene kat Saartje. Dat is een rode poes, een dame. En we hebben nog een andere kat. Ik zal het beeldscherm even draaien. Als je goed kijkt, dan ligt daar Poekie. Die is ook een dame. Die is 3 en Saartje is 10. Dus dat zijn onze kattendames. En die, dat is gewoon een deel van de familie. Ze slapen 's nachts bij mij op bed. Ik woon alleen met de kinderen, dus ik heb wel een vriend, maar we wonen niet samen. We hebben een latrelatie, dus ik slaap 9 van de 10 keer gewoon lekker alleen. En de katten slapen daarbij. Maar ik slaap dus nooit alleen, ik slaap met de katten. Maar ik heb geen last van. En ik slaap beneden, want ik heb een huis met 3 slaapkamers en er is 1 slaapkamer beneden. Ik zou jullie van de week wel, misschien doe ik het vanmiddag wel even, een rondleiding geven in mijn slaapkamer. Want daar heb ik ook mijn wol en alles uitgestald. Het staat wel heel vol, maar ik vind het heel knus. Nou, voor nu ga ik even stoppen, want ik zit al 7 minuten te kletsen, zie ik. Even gauw mijn vakje afbreien. Hey, tussenin. Kijk, mijn vader is gezellig op visite. Die wou ik even laten zien in de vlog. We zitten lekker aan de koffie. Ik heb een kerstbeker en opa heeft een Londenbeker natuurlijk. Ja. Dus hij heeft net aangifte gedaan bij de politie van zijn wagen. Van zijn gestolen wagen. Waar we nog steeds niks van terug hebben gehoord. Maar ja, misschien doet de verzekering nog iets. Dus dat is het afwachten. Ja, 1 vakje weer klaar van de Opel Bols. Ik ga die andere er gelijk achter aan doen. Kijk dat, liefst kattig. Zo'n scheterig bolletje weer. Die kleurt ook weer heel leuk op.
Dus ik ga die andere er gelijk achteraan doen. Want dan heb ik de opa-bols erin. En dan kan ik morgen het restje van de kerstsok die ik al klaar heb erin breien. En ik heb bedacht dat ik, mijn vader is inmiddels weg, dat ik eerst moet gaan lunchen. En dan ga ik lopend even naar de winkel. Voor wat boodschapjes nog voor vanavond, voor het eten. Ik heb gelijk weer een wandeling gedaan, ondanks dat het slecht weer is. Dan loop ik maar door de regen, jammer dan. Maar bewegen is natuurlijk heel belangrijk. Dus dat ga ik straks doen. En dan ga ik vanmiddag, als ik terugkom van het lopen, ga ik die kast... Ja, het is één lade, dat laat ik straks wel zien. Ik opruim, want die zakt heel de tijd door. Die prop ik eigenlijk een beetje te vol. Dus die bodem schiet er dan heel vaak uit. Dan moet ik nog even kijken hoe ik dat ga oplossen. Nou, dit is het laatste balletje opaal die ik nog niet heb gehad. Die gaat er nu in. En nog eentje erin. Het duurde iets langer dan ik had verwacht. Ik dacht eerst, ik stap tussendoor en dan ga ik eten. Maar ik kreeg een telefoontje van een goede vriend. Zo zat ik iets te lang mee aan de telefoon. Dus nu heb ik onder het telefoneren gewoon doorgebreid. Dat is wel een goeie. En nu ga ik wel eten en daarna boodschappen doen. Kijk, deze sjaal. Die had ik vorig jaar gebreid. Dat is zo'n bol van de katia. Dan heb je één sjaal. Heerlijk zacht. Het is alpaca met nou ja, nog iets erdoor. Dus die hebben we vandaag om. Ik ga nu wandelen naar de winkel. Ik heb allemaal lege potjes bij me. Dus het wordt een beetje zwaar. Ik moet hard lopen. Echt, ik heb nu al spijt dat ik deze tas heb meegenomen. Het is hartstikke zwaar. Nou, dit is de trieste aanblik. Het regent. Er is bijna geen mens op straat. En ik loop met een zware tas. Ik moet nog helemaal, nou, voor mij 500 meter minimaal, voordat ik bij die glasbak ben. Dus ik dacht even een filmpauze en een uitrustpauze. Kijk, van de week lag hier nog leuk ijs. Volgens mij heb ik dat in een filmpje wel, in mijn filmpjes had ik dat wel verwerkt. En nu is het... Deze trieste aanblik. Heel jammer. Eindelijk batterijtjes voor in die leuke kerstmutsjes. Schattig. Maar geen goed idee om dat zo lang te laten liggen. Ik heb de steken er al af. Ik heb één steek moet ik oppakken. Het zit dan in zo'n tasje en dat ligt hier dan op de bank. Maar ja, hier zit natuurlijk ook iedereen op de bank steeds. Oh nou, dat gaan we dus niet weer doen. Ik ga proberen om hier een eerste sok een einde te maken. Even een lekker theetje uit de Dutch Advent Swap. Ik heb er drie vandaag gekregen. Ik denk niet dat ik ze alle drie vandaag op drink, want ik drink meestal één kopje thee. Misschien vanavond nog één. Anders bewaar ik die andere gewoon lekker tot morgen. Oh ja, ondertussen natuurlijk wel begonnen met de teen. De teen. Sorry, de teen. En dan ga ik nu even lekker mee door. Yay, sok 1 is klaar. Oh, helemaal geweldig. Wat is dit zacht. Om de voet. Het is echt super zacht. Nou, ik ga zo meteen na het eten. Ga nu koken. Wel gelijk sok 2 opzetten. En dan ga je er ook eerder weer mee verder breien. Zo, ik heb even op de sokblokken gedaan. Ja, ik heb de Shadow Wrap Short Roll heel gebreid. Ik zie wel een klein gaatje daar. Maar ja, dat gaan we later wel even dichtnaaien. Ja, ik moet nog de draadjes afhechten. Maar ik ben blij met sok 1. Sok 2, die ga ik sowieso deze week afmaken. Dat komt goed. Ik weet niet of het voor kerst is. Wanneer is het kerst? Zondag. Ah, jawel, dat moet lukken. Of in ieder geval een heel eind. Wel voor het eind van het jaar. Kerstsok 3 ga ik nog over nadenken. Of ik die... Ja, daar heb ik geen haast mee. Dat heb ik al eerder gezegd. Anders zit het lekker in het tasje tot volgend jaar. Ik moet nog de kalender doen, zit ik ineens te denken. De adventkalender van After Eight. Dus die ga ik even pakken. Nou, laat maar raden. In 20 zit vast met een chocoladebolletje. 20 jongens, bijna 24 dagen verder. Ja, heel een beetje teleurstellend. Maar goed... Dat had ik al wel kunnen voorspellen. Ik ben wel benieuwd naar nummer 21 en 24. Ja, en 23 en 22. Dus de rest zijn wel grotere vakjes. Ik ben benieuwd naar nummer 24. Maar ik denk wel dat het een grote Big Ben is. Omdat het zo'n smal vakje is. Maar goed, we hebben er heel veel plezier van gehad. En we laten ons
Verrassend voor vakje 24. Nou, ik ga nu koken. Ik ga de vlog van voor vandaag afsluiten. En als ik probeer hem zo alvast te editen. Maar ik moet ook eerst koken, want het is al wat later. Ja, dat. Oh ja, en ik moet de batterijtjes nog vervangen van de kerstboom, want de helft is uit. Zoals je ziet. Dus bedankt weer voor het kijken. Ik hoop dat het weer een beetje... Ik weet helemaal geen idee hoeveel minuten het zijn. Maar het zal wel weer rond de 20 zijn. En ja, morgen dag 21. Dan wens ik jullie allemaal een fijne avond. Tot later.